Yo, die mensen van Enzo's kanaal. En welkom weer bij een Minecraft Survival. Dit is voor mij de eerste keer dat iemand de survival overneemt. En vandaag ben ik dat, want Enzo is onhandig geweest. Of moet ik zeggen, onvoeten geweest. Nee, die sukkel is echt gewoon een sukkel. Ik kan je wel vertellen, over een paar dagen zie je het in zijn vlog. Maar hij belde mij op, hè. Hij belde mij op, Enzo. Ik dacht nog een beetje in bed te chillen, weet je wel. Een beetje wakker worden, want ja, weet je, vakantie. Hij belt mij, ik neem op. En dan vraagt hij mij of ik wat bijzonders moet doen. Ja, nou ja, ik moet voor mijn eigen kanaal wat video's editen en misschien wat opnemen. Toen vroeg hij aan mij of ik een video voor hem wil maken. Dus ik vraag aan hem... Hoezo Enzo? Hoezo moet ik een video voor je maken? Zei hij, ja, ik ben een beetje onhandig geweest. Het eerste wat ik dacht van, hij is zijn pc laten crashen of hij is zijn wachtwoord kwijt. Nee, is het heel wat anders. Hij moest weer even stoer doen op zijn pennybord hoor, die jongen. Man. Maar goed, wij zijn aangebroken in de Minecraft Survival. En ik dacht bij mezelf, het is toch wel een beetje lief van mij. Van in ieder geval een cadeautje voor hem gaan maken voor als hij weer terug is maandag. Want zaterdag en zondag komen natuurlijk weer minigames op zijn kanaal. En maandag komt er weer een nieuwe survival. En dan staat hier, op deze plek hier, staat dan een mooi cadeautje voor hem klaar. Dat vind ik een mooie gedachte. Dat vind ik nou eens een mooie gedachte. Een lief cadeautje maken voor Enzo om een beterschap te wensen. En ik weet al precies wat voor cadeau het is, maar eerst moeten we het cadeautje zelf maken. Ik ga je natuurlijk nog niet vertellen wat het cadeautje is, maar eerst wat we wel nodig hebben is heel veel wol. Nou, we hebben daar gelukkig geen gebrek aan, want we kunnen die dingen allemaal scheren. Waar we wel een gebrek aan hebben is natuurlijk scheermateriaal. Want ja, die meuk heb ik allemaal niet. Maar wat ik natuurlijk wel heb is natuurlijk 54 iron in mijn inventory. Vraag niet waarom. Of ik kan het gewoon makkelijk hieruit halen. Hey, hoe is het? Alright, we maken even een schaartje. Allemaal een schaartje. Ja. En dan ga ik even wat schaapjes scheren. Want wij gaan schapen scheren. Schapen scheren. Schapen scheren is fijn. Oké, we hebben in ieder geval heel veel rood. En we hebben een beetje paars en een beetje blauw. Nee, ik heb in ieder geval 5 stacks aan ruimte. Ik maak er wel even 6 van. Want deze sapling kunnen ook makkelijk droppen. Beetje wat dirt droppen. Ja, dit moet ik wel een beetje bij mezelf houden. We hebben 7 plekjes om even lekker te scheren. Laten we beginnen met jou. Huppakee, let's scheren. Lekker scheren. Man, dit gaat lang duren. Want er zijn hoeveel schapen hier. Jezus. En ik kan er niet zo heen. Schapen duwen me onver. Nee, schapies. Ga aan de kant, man. Was er maar zo'n automatisch scheersysteem, weet je wel. Dat zou zo geweldig zijn. Dat je gewoon een schaap door een machine in kan laten lopen. En dan heb je al het wol in je chest zit of zo. Dat is eigenlijk niet zo'n gek idee ook. Oké, op naar het volgende hokkie. Hey, schapies. Hey. Ik had trouwens ook het hek hier opengemaakt, weet je wel. Voor die honden. Dat al die schapen wat meer ruimte zouden hebben. Maar ja, dit is natuurlijk het resultaat. Ze zijn nog steeds met de fucking vele. Deze is blijkbaar ook een varken. Wat doe jij hier? Jeremy, ga weg. Niemand mag jou. Ga weg. Ik noem Jeremy een varken. Oké, als we nu kijken naar hoeveel wol we hebben. We hebben bijna 2 stacks rood, 1 stack paars en 1... Nou, nog niet eens een half stackje aan blauwe. Kan nog wel wat meer. Ik wil wel een groot cadeautje maken, hoor. Of ik scheer gewoon door tot mijn scheerding kapot is. Dat lijkt me ook wel een slim plan. En weet je, ik heb nog 6 pink dye. Dan ga ik eventjes een paar schaapjes even roze maken. Dat is ook wel mooi. Kijk eens aan. Een paar mooie roze schaapjes hier zo. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. Kunnen die ook scheren? Hehe. Weet je, die mogen ook wezen, die roze. En ze blijkt ook een fucking varken hier bij de koeien. Wat is dit? We hebben serieus 3 vakken helemaal vol met schapen. En dan heb je gewoon eentje met koeien en varkens bij 1. Dat is echt raar. En zo, wat heb je dit raar ingericht? Nou, in ieder geval, mijn schaartje is in ieder geval bijna kapot. Dat is in ieder geval wel een voordeel. Hij is zelfs kapot. Wat vind je daarvan? Dit is hoeveel wol we in de tanden hebben. Dat is best wel pittig veel. Oké, I'm getting the fuck out of here. Ik word zelf bijna ook een schaap. Ik noem mezelf bijna linkschaap. Hey, dat is mijn varkje. Hey, schattie patatti. Ik vind dat jij wel hier mag blijven. Dat ik je niet nog een keer kwijtraak. Nu weet ik waar jij bent. Nu mag jij hier voor altijd blijven op dit bed. Ga het bed maar op. Ga maar. Kst, kst, kst. Go, 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 go. Ga het bed op. Ja, goed zo. Hey. Knappe jongen. Oké. Hey, hallo. Hij zat echt zo creepy te kijken. Het is nu dus de bedoeling dat we gaan bouwen. Oké, er wordt sowieso een rood cadeautje met een paarse strik eromheen. Dat lijkt me mooi. We maken gewoon een cadeautje van 10 bij 10. Dat lijkt me wel een prachtige verhouding. En ook natuurlijk 10 hoog. Oké, dit wordt de verhouding van deze cadeau. Van deze cadeau, meisje. Ik vind hem prachtig. We gaan gewoon lekker door. En doen we in de middelste 2 doen we natuurlijk even paars. Van natuurlijk 10 hoog. Dat is 3, dat is 4, dat is 5, dat is 6, dat is 7, dat is 8, dat is 9, dat is 10. Dan moeten we natuurlijk ook hier naar de zijkant toe. Kijk eens aan. En dan mogen we vallen. Wee! Oké, en dan halen we deze hier zo weg. Dan mogen we deze ook naar boven bouwen. Prachtig. Oké, we gaan even het cadeautje even verder hier mooi maken. Kan je vertellen, er wordt een heel mooi cadeautje als die af is. Het wordt wel een groot cadeautje hoor, kan ik je vertellen. Niet zo groot als mijn piemel, maar het wordt wel heel groot. En het cadeau wat zeg maar in het cadeautje komt, is ook eigenlijk best wel een goed cadeau. Want het cadeau wat ik hem geef heeft eigenlijk een beetje te maken met zijn ongeluk die hij heeft gehad. Dat is hartstikke leuk. Ik heb wel goed over nagedacht, zeg maar. Ik ben niet onvoorbereid deze survival begonnen. Want voordat ik begon heb ik natuurlijk ook even mijn tanden gepoetst. Ik heb hem vooral heel erg goed geschoren.
En boterham met kaas op en al dat soort dingen. Lekker nog maar één paars blokje. We hebben echt precies genoeg. Eigenlijk hebben we er één te veel, maar voor de rest hebben we eigenlijk precies genoeg. Eigenlijk moet de ondergrond ook even mooi rood worden, vind ik. Maar wel het gevaarlijke is dat het meteen een groot gat wordt hier. Want waar wij natuurlijk op survival is natuurlijk een heel groot plateau. Ik heb het gevoel dat ik niet genoeg wol ga hebben om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dus ik moet nog twee hele stukken. Ik heb de helft heb ik af. Maar ik heb nog iets meer dan één stekje over. En ik wil je één ding vertellen, daarmee ga ik het niet halen. Oh, mee. Ik krijg in ieder geval dit stukje hier nog wel af. Alleen dit gedeelte van het cadeau moet ik nog krijgen. En ik heb het niet gehad in vier blokjes, kan ik je vertellen. Ik moet nog even een schaartje maken. Ik moet nog even een stekje wol hebben hier. Hoppakee, schaar is gemaakt. En wordt het tijd om van die rode even wat mooi te gaan scheren hier. En we are here. Goodbye. Nou, we hebben in ieder geval weer genoeg wol. We hebben ongeveer net iets meer dan een stek. Dus daarmee moeten we denk ik wel halen. Het is wel een mooi cadeau, kan ik je vertellen. Het lijkt ook erg op een cadeau, want het mist natuurlijk het laatste ingrediënt. Natuurlijk niks minder dan de strik. Daar ben ik geen kei in striks maken, maar ik ga het zeker wel proberen. Oh, Jezus Christus, Link, wat heb jij je best gedaan aan deze strik? Jezus, ziet echt lelijk uit. Ja, zo is hij denk ik iets beter zo. Hoppakee, ja, prachtig, Link. Good job, I'm very, very proud. Maak nog even de roze slingetjes hier zo. Kijk eens aan, wat mooi, hé. Hey, wat mooi zo. En nog hier zo'n slingetje, kijk eens aan. Oh, wat prachtig, Link. Wat heb jij toch je best gedaan op deze prachtige mooie dinges. En hier natuurlijk nog even een mini slingetje zo. Oh, ho, ho. Ja, ik vind het prachtig. Ik heb er wederom niks meer aan toe te voegen. Behalve natuurlijk het cadeau zelf. Maar dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Zo, ik hoop dat je daarbij wakker bent geworden. Ik in ieder geval wel. Ik vind het eigenlijk wel een mooi cadeautje zo. Hij moet eigenlijk nog zo'n streep aan de zijkant hebben. Hij moet eigenlijk nog een streep aan de zijkant hebben. Daar ga ik even voor zorgen. En zo, 1 stek en 40. Dat is best wel veel. Gaan we hem 4 tellen. En dan moet hij bij 5 en 6 meteen kapot. Ja, dit moet ik allemaal weg gaan halen. En dit moet ik allemaal replacen met paars. Dan ziet hij denk ik wel een stuk mooier uit, denk ik. Echt, zeg maar, meer als een cadeautje. Toch net iets beter ingepakt. En of jullie dat ooit hebben gehad, dat je zeg maar iets in moest pakken. En dacht bij jezelf van, hoe de fuck moet ik dat doen? Nou, dat heb ik echt altijd, want ik doe altijd maar wat. Het ziet er niet heel erg mooi uit, maar ook weer niet heel erg lelijk. En gewoon geen keien inpakken, dat kan ik je vertellen. En dan mag ik alles lekker gaan vullen met paars. Nou, ik kan je één ding vertellen. Ik heb in ieder geval nog goed genoeg paars over. We gaan even van de verre kant kijken natuurlijk hoe het eruit ziet. Nou, het ziet er wel meer uit als een cadeautje, kan ik je vertellen. Met wat vieze darmen erop, dat oranje. Maar het lijkt inderdaad wederom beter op een cadeau. Het is natuurlijk belangrijk dat er natuurlijk wat in het cadeautje komt. Onder andere licht, zodat er niet allemaal van die rare zombies spannen. Dus daar moet ik eerst even voor zorgen. Zo, we nemen wat kool, wat hout gepakt. Kijk eens aan. En dan hebben we wat torches gemaakt. Yay, holy shit, hebben we echt te veel. Hey, Enzo, ik stop het eventjes hier in deze chest, weet je wel. Ik denk dat je heel boos wordt dat ik het niet goed organiseer, weet je wel. Maar zeg dan maar dat het Jeremy schuld is. Jongens, zet in de comments waar dat Jeremy dat heeft gedaan, want ik was dat echt niet hoor. Ik ben heel goed in organiseren. Oké, even wat torches plaatsen hier hoor, want ik wil geen creepers hier hebben in dit cadeau. Als je dat maar weet, kan ik je vertellen. Hey! Eigenlijk moet hier aan deze onderkant ook natuurlijk even strikje mooi zijn, hè. Anders klopt natuurlijk ook voor geen meter. Kan je met sheer snel... Oh my god, waarom wist ik dat niet? Je kan met sheer super snel weghalen natuurlijk. En dan kom ik nu pas achter. Oh my god, sowieso zijn er een paar in de comments van... Hey Link, ik heb misschien een tip voor je. Misschien kan je met sheer snelle weghalen. Nou beste kijker, je hoeft er dan niet meer te commenten, want ik heb het net doorgehad. Ik dacht bij mezelf, waarom gaat het zo langzaam? Is er niet iets, een tool of zo, waar je het sneller mee kan doen? Een pickaxe of een axe of een hoe of een shovel? Ik dacht bij mezelf, ja, je hebt eigenlijk gewoon heel makkelijk gewoon een sheer. Goed, en het is tijd natuurlijk een cadeautje te plaatsen. We moeten even een chest hebben. Look at that. Een prachtige chest die hier speciaal voor mij neergezet is. Kom maar mee. En ik zie een Enderman. Hey, Enderman. Wat kom jij? Hallo. Wil je niet zomaar van mij weg TP als ik jou dood maak? Hallo, hallo, hallo. Rustig aan. Ik wil niet dat de border kleiner wordt. Ik wil niet dat de border kleiner wordt. Ik ga alleen op je voet slaan dat je niet weg TP. Hey, een Enderpearl. Nu heb ik er 2 op zak. Yeah. Die komen ook echt in middle of nowhere vandaan. Oké, we hebben hier een chest. En we hebben een boek nodig. Even een boekje om in te schrijven hoor. Had ik maar een boekje om van te houden. 2 zachte veertjes om me heen. Alright. We gaan aan Enzo een raadsel opleggen. Het hoeft niet per se een rijmend raadsel te zijn, maar wel een raadseltje. Lieve Enzo. Wat hoor ik nou? Ben je onhandig geweest? Of moet ik zeggen... onvoetig. En dan gaan we naar de volgende pagina toe. Nou. Kijk niet zo sip. Ik heb een cadeautje voor je. Ik heb een hint achtergelaten voor je in de chest. Je cadeau moet je wel snel vinden, want die blijft niet langer hangen op jou. Veel zoekplezier. Groetjes van Link Chogger. Hartje
hartje. XOXOXOXOXOX. En de volgende bladzijde, PS. Jeremy heeft een kleine piemel. Hihi. Weet je, we gaan hem signen als Raralaka. Vind ik een prachtig mooi boekje. Ik ga hem erin stoppen. Met natuurlijk als hint dit prachtige dingetje en dit prachtige dingetje. En daarbuiten natuurlijk dit prachtige dingetje en dit prachtige dingetje. Dat zijn de vier items die mij in ieder geval een hint geven aan Enzo. Als hij deze vier items ziet, moet hij denken van ah, Link, ik weet waar mijn cadeautje is. Want natuurlijk, voordat deze aflevering was begonnen, heb ik mijn cadeautje natuurlijk al ergens verstopt. En dat plekje kan je natuurlijk ook zien in deze opnames. Want ik heb het een aantal keer laten zien zonder dat jullie het wisten. Weet jij al wat voor cadeautje ik voor Enzo heb en waar ik hem heb verstopt? Laat het dan weten even hier beneden in de reacties. Vind je het vooral geen duimpje omhoog doen voor Enzo? En hopelijk zie je hem maandag terug bij een nieuwe survival. En ik zet hem mening, dat is later.